De mijnactiviteiten van de Newmont Mariamijn zijn op schema. Deze mededeling is gisteren gedaan tijdens een media rondleiding die onderdeel is van de jaarlijkse Media Engagement Week van het goudbedrijf. Volgens Johan van Huisteen, general manager van Newmont Suriname, heeft het bedrijf bijkans $900 miljoen geïnvesteerd bij het opzetten van de mijn. Het mijnwerk is in oktober 2016 gestart en het personeelsbestand is nu al bijna 1200, van wie 250 lokale bewoners zijn. Het bedrijf mag niet ontevreden zijn over haar verdiensten, benadrukt van Huisteen. We are rated as approximately 500,000 ounce a year gold mine. So if you do the calculations, October coming up now, we're fast approaching our 1 million ounce. So hopefully in October we will have produced 1 million ounces from this mine. We are also rated as a 50 million tons per year mining operation. So that means we move 50 million tons of material. The mill that you've been to processes approximately 30 million tons of ore in a year. Our head grade is in the region of 1 to 1.5 grams per ton. So as mines go, it's a pretty low grade mine. So because of that, you can just imagine that we need to be very focused on our costs. So we're also a fairly low cost mine. Als Newmont verdiensten maakt, krijgt de staat Suriname gelijk zijn aandeel, benadrukt van Huisteen verder. Vanaf het goudbedrijf met mijnen is begonnen, heeft hij bijkans $32 miljoen aan belasting betaald en $125 miljoen besteed aan inkopen in Suriname. Albert Ramdien, Senior Management External Relations van Newmont Suriname, ging onder andere in op de afspraken die vastgelegd zijn in de Delfstoffenovereenkomst. Onder de Delfstoffenovereenkomst is dat 6% royalty betaald wordt aan de staat. Dat gebeurt op maandelijkse basis. En de 25% equity, aandeel van staatsolie, dat wordt dus aan staatsolie betaald. 6% royalty gaat aan de staat. En de 25% aandeel gaat aan staatsolie. Daarna zijn we al begonnen met inkomstenbelasting te betalen aan de staatsolie. Maar in deze bedragen, is het deel van de staatsolie? Nee, dit is alleen Suriname. Dat ja, dus gewoon aan de staat. Dan. Royalties en inkomstenbelastingen en indirecte belastingen op lonen en salarissen. Alus Albert Ramdien, Senior Management External Relations van Newmont Suriname. Hij sprak gisteren na de rondleiding die journalisten hebben gehad op de Mariamijn in verband met de jaarlijkse Media Engagement Week van het bedrijf.